Welkom. In deze tutorial gaan we een speaker maken voor een iPhone. En het speaker wat we gaan maken, die is in deze afbeelding te zien. We zullen in deze tutorial voornamelijk gaan richten op het surface gedeelte van dit model. Dus vooral hoe de surface in elkaar overloopt en hoe we ervoor kunnen zorgen dat het daadwerkelijke uiteindelijke product geen rare lijnen bevat, maar echt dus een heel smooth overgang heeft van de verschillende surfaces. Nou, we zien hier de achterkant van het model en we zien dus ook in dit model dat het echt om de basis gaat. Dus we gaan niet uitbreiden tot verschillende onderdelen bijvoorbeeld. Nou, hier is hier zijn een aantal renders gemaakt in een omgeving. En uiteindelijk heb ik zelf nog een speaker setje erbij ingezet. En in dit geval weergegeven door het materiaal transparant te maken. Het model wat we gaan maken, dat is hier te zien. Zoals gezegd is dit echt een basismodel. We zullen dit onderdeel in deze tutorial niet verder gaan opsplitsen in verschillende onderdelen. Een andere tutorial op ons YouTube kanaal die laat zien hoe je dit kan doen. En wanneer je dat zelf graag wil, kan je hier dus een nette basis inmaken voor je betreffende mediaspeler. Nou, een voorbeeld hoe dat kan, dat is in deze afbeelding te zien. Hier zien we dat er in dit geval een iPhone is ingezet en er zijn een opdeling gemaakt in speakertjes. Nou, het is een ander model, deze hebben wij zelf niet gemaakt. Maar op deze manier kan het worden gedaan. Goed, in deze tutorial gaan we dus eerst eens bezig met dit model. En daarvoor ga ik een nieuw ISO part openen. Ik zorg dat ik naar de ordered omgeving ga. En wat ik vervolgens nog doe is de achtergrond in dit geval wit zetten. Zodat ik in ieder geval in deze video een hoog contrast heb. Tussen mijn lijnen en de achtergrond. Nou, het eerste wat ik ga doen is een schets tekenen. En die schets die ik ga tekenen, dat wordt een angled plane schets. Waarbij ik een vlak ga maken tussen het XY-vlak en het ZX-vlak. En die zet ik op een hoek van 10 graden. Nou, wanneer ik dat heb gedaan, dan ga ik een arc with 3 points tekenen. Met Ctrl-H zet ik het aanzichtbeeld naar het plane toe. Vervolgens teken ik hier een arc with 3 points en ik maak de radius 250. Ik zorg er dan voor dat ik met de horizontal vertical relatie, in mijn geval de schets, netjes uitlijn met de origin. En met de distance between voeg ik nog een relatie, een bemating toe tussen de twee uiteinden van 300 mm. Nou, vervolgens ga ik uit de schets en ik start een nieuwe schets, in dit geval op het ZX-vlak. Opnieuw draai ik naar het vlak toe met Ctrl-H. En ik teken als eerste eens een horizontaal lijnelement. Excuus, verticaal overigens. En met de Smart Dimension voeg ik hier een bemating toe van 30 mm. Dan met de arc with 3 points ga ik hier een aantal arcs aan toevoegen. Dit totaal aantal van 3. En die ga ik eerst even neerzetten voordat ik die relaties ga geven. Oké. Okay. Dan zie ik hier vervolgens dat ik per ongeluk iets te laag heb geklikt. Wat ik kan doen om dat te repareren is in dit geval even de relatie eruit te halen. En wat we dan zien is dat hij naar het uiteinde toe springt. Goed, vervolgens zorg ik ervoor dat de betreffende uiteinden verticaal met elkaar zijn uitgelijnd. En dat de radius van deze cirkel 50 mm is. Ook wil ik graag dat de lijnen in dit geval tangent met elkaar zijn en dat de twee buitenste arcs loodrecht zijn met de verticale lijn. Nou, wat we hier nu zien is dat bij de onderste lijn dat hij hem aan de andere kant loodrecht zet. Dat willen we liever niet, dus in dit geval zorgen we ervoor dat we hem even wat verslepen en het opnieuw gaan plaatsen. Maar met de connectrelatie zorg ik ervoor dat het uiteinde van deze arc is uitgelijnd met het uiteinde van de eerste schets. En met Close Sketch kunnen we vervolgens teruggaan. Nou, deze twee schetsen die gaan we gebruiken om een cross curve te maken. Daarvoor selecteer ik de twee schetsen. Vergeet niet om tussendoor af te vinken.
Ik doe dat met de rechter muisknop om het wat sneller te doen. En wanneer we dat hebben gedaan, ga ik een eerste plane toevoegen. De planen worden normal to curve plane. En let erbij op dat het bolletje van dat plane zich aan de linkerzijde bevindt. En vervolgens gaan we die positie zetten op 0,18. Oftewel 18% van deze hele lijn. Dan vervolgens ga ik een eerste schets toevoegen. Dat doe ik op het Z-I-vlak. En die schets wordt een arc by 3 points. Waarbij het bovenste en het onderste deel selecteer. En die bemaat ik in dit geval met 40 mm. Close cache kan ik uit de schets gaan. En vervolgens ga ik met een gewone schets op het ZX-vlak. In dit geval draai ik er even naartoe met Ctrl-H. Ga ik een schets tekenen. En daarbij zorg ik ervoor dat ik op het uiteinde klik van de net getekende schets. En de betreffende lijn geef ik 15 mm. Nou, de reden waarom ik deze, ik bemaat hem ook nog even met Smart Dimensions, zodat hij zwart wordt. Mocht er overigens jouw schets niet zwart worden, kijk dan of het tabblad Inspect en of de Relationship Colors aanstaat. Waarom ik deze lijn toevoeg, is dat ik die zo meteen wil gaan gebruiken voor mijn keypoint curve. Dat gaan we zo meteen zien. Die keypoint curve die gaat hier zo overheen lopen. En die zorgt er zo meteen voor dat onze surface dat die, netjes wordt benaderd. Zo'n keypoint curve kunnen we op het tabblad Surface toevoegen. En daarvoor kies ik voor een keypoint. Ik klik daarbij op de betreffende lijn. En aan de andere kant klik ik op het uiteinde van de arc. Dan met de rechtermuisknop accepteer ik dat. En bij de tweede knop, oftewel de End Conditions tab, zorg ik ervoor dat de rechter End Condition een curvature continuous is. En daarvoor zorg ik ervoor dat we de waarden in dit geval naar min 0,3 zetten, zodat hij netjes naar de andere kant gaat. Goed, vervolgens ga ik opnieuw een schets toevoegen. En dat doe ik op dat aangemaakte vlak wat we hebben getekend. En waarbij ik een arc bij 3 points toevoeg tussen de bovenzijde en de onderzijde. En ik zorg ervoor dat hij netjes uitgelijnd met onze keypoint curve. Nou, in dit geval is hij nog niet zwart en dat komt omdat de relatie nog niet vast is die erop zit. Dus wat ik ga doen is even deze lijn wat verslepen. Vervolgens zoek ik dat plusje op de keypoint curve en ik klik op een willekeurig punt op onze arc by 3 points, waarna die zwart wordt. Nou, wanneer we dit hebben gedaan kunnen we een eerste zogenaamde strip surface toevoegen. Dat kunnen we hier op het tabblad surfacing doen en dan kiezen we voor extrude. Wat een strip surface inhoudt, is eigenlijk een soort constructiesurface om te zorgen dat zometeen onze volledige surface die hier overheen komt te liggen, dat die netjes tangent is met het midden van ons model. We tekenen nu het halve model, die gaan we straks spiegelen. En we willen zorgen dat de linkerzijde netjes in de rechterzijde overloopt. Om te zorgen dat het volledig goed werkt, is een methode die wordt gebruikt in de praktijk, een zogenaamd strip surface. Ik laat zo meteen zien wat het precies doet. Vervolgens kies ik voor een blue surface en voor het gemak zet ik eventjes sketch 3 uit. Dat is de originele curve. Nu klik ik op de edge. Je ziet ook het ballonnetje wat verschijnt is edge curve extrude 1. Rechtermuisknop en vervolgens pak ik het volgende punt. Oh, wat we nu zien is, je ziet hier een lijntje lopen. En dat komt omdat mijn groene punt die ik heb geselecteerd beneden zat. Dus ik ga hetzelfde nog een keer opnieuw doen. Waarbij ik zorg dat het punt boven zit. Zoals nu. Wat we dan zien is dat het wel goed gaat. En het laatste punt wat ik ga selecteren, daar blijf ik even opstaan. En kies ik met de rechter muisknop. Voor in dit geval de cross curve 1 vertex. Wanneer we dat hebben gedaan, gaan we naar de guide tab. Waarbij ik een single curve eerst het bovenste deel selecteer. En vervolgens doe ik hetzelfde met het onderste deel. Oh, ik moet erbij wel even opletten dat ik hem accepteer. En wat ik nu ga doen, en daarvoor is deze strip surface belangrijk, is dat ik hem namelijk kan gaan uitlijnen. De betreffende blue surface die we hebben gedaan. En ik wil hem nu namelijk curvature continuous maken met het rechterstuk surface. Wanneer we dat hebben gedaan, dan zullen we dus ook zien, wanneer we nu op het tabblad Inspect de Zebra Stripes aanzetten, is dat die overgang tussen deze surfaces heel erg netjes is. Die is super glad. Je ziet namelijk dat die
zwarte lijn, dat die eigenlijk helemaal vlekkeloos in elkaar overloopt. Dus dat betekent dat die een zogenaamde C2 curvature heeft. En dat houdt eigenlijk in dat het dus super glad in elkaar overloopt. Nou, dat extrude surface, dat kunnen we dan eigenlijk wel even uitzetten. Dat hebben we nu niet nodig. En het volgende dat we vervolgens gaan doen is een zogenaamde ruled surface aanbrengen. Dit is nieuw in ST6. Dat zit hier op het tabblad surfaces en vervolgens dus de groep surfaces. Wat ik dan vervolgens als eerst doe is aangeven dat ik langs de y-as zo'n betreffende surface wil aanbrengen. En ik wil daarvoor de hele edge gebruiken, de hele edge chain van de bestaande surface. Die wil ik omslaan naar de andere kant, 30 mm, 1 graden. En let erbij op, wanneer we even het vooraanzicht pakken, het rechteraanzicht, excuses, dat we het goed kunnen zien. Dat in dit geval dat 1 graden, dat die naar buiten staat. Dat kan je controleren door hier op de flip te kiezen. De officiële naam is alternative face slash side. En let er dan bij op dat die naar buiten staat. Dus in dit geval kan je het controleren. En dan doen we die 1 graden om te zorgen dat ons model straks ook lossend uit de matrijs is. Nou, wanneer we dat hebben gedaan, dan gaan we een schets toevoegen. En dat doen we in dit geval net als de eerdere schets met een angle plane. Opnieuw kiezen we voor XY plane en het ZX plane. En we zetten die opnieuw op 10 graden. Nou, Ctrl-H ga ik naar het betreffende aanzicht toe. En vervolgens teken ik een arc with 3 points. Die start op de y-as. Ik wil hem trouwens iets lager hebben. Dus deactiveer even de functie. Ik zet hem hierop. En vervolgens geef ik die 2 delen. 3 zelfs. En nog een laatste stuk. Oké. Nou, waarbij ik het met de distance between de hoogte van dit model tot de onderzijde 30 mm ga geven. Ik zorg ervoor dat die tangent in elkaar overloopt. En hetzelfde met het laatste stukje. Om dat even te zorgen dat die niet zo ver uit beeld beweegt, ga ik even het model wat verslepen. Zo. En nu opnieuw nog eens doen. Prima. Wat ik vervolgens doe is zorgen dat de laatste lijn en de edge hier, dat die concentric met elkaar zijn. Dus netjes aan elkaar dezelfde, ja, zeg maar equal aan elkaar lopen. Ik zorg vervolgens opnieuw met de distance between ervoor dat het de hoogte tussen deze twee punten 14 mm is. Nou, voor het gemak sleep ik deze nog even een klein beetje naar beneden toe. Zo. En vervolgens geef ik de distance between deze punten aan van 40 mm. Dan de distance between de originele y-as en het betreffende punt van de tweede line. Die mag 125 mm worden. En het laatste stuk mag 40 mm worden. Nou, we zien dat die nu nog niet zwart is. Dat betekent dat het nog niet volledig defined is. En dat komt omdat we namelijk deze lijn netjes loodrecht willen maken aan de verticale lijn. Dus daarvoor voegen we een perpendicular relatie toe. En wat we dan zien is dat die wel zwart wordt. Vervolgens kiezen we voor Close Sketch. En met deze sketch gaan we vervolgens een extruded surface maken. Nou, dat doen we symmetrisch. En die maak ik in dit geval zo lang dat hij in ieder geval door onze volledige surface heen gaat. Dus 140 mm is hiervoor prima. Dit ga ik gebruiken om een trim te maken. En dat vinden we hier op de Modify Surfaces. Als eerst selecteer ik de betreffende surface die ik wil gaan snijden. En vervolgens kies ik de vlakken die ik gebruik om daar mee te snijden. En daarmee kunnen we dus het surface bijsnijden. Goed,
Wanneer we dat hebben gedaan, gaan we een nieuw plane aanmaken. En dat wordt een angle plane. Dus opnieuw het XY-vlak en het ZX-vlak. En die zet ik in dit geval op 42 mm. Daarvoor zorg ik even dat ik de 10 mm die erin stond weghaal. En zelf 42 mm invoer. Oké. Daarvoor ga ik vervolgens een schets maken op dat vlak wat we hebben getekend. En met Ctrl-H ga ik even naar het aanzicht toe. Vervolgens kies ik een arc by 3 points en ik teken hier een tweetal arcs. Die ongeveer zo liggen. Ik teken ze expres even ietsjes groter nu, zodat ik ze zo meteen makkelijk kan bematen. Ik maak die tangenten aan elkaar en ik zorg er opnieuw voor dat het uiteinde van de rechter arc loodrecht is met de i-as. Ik zorg er ook voor dat hij er daadwerkelijk op ligt met de connectrelatie. En dat hij een afstand heeft ten opzichte van de origin. Van in dit geval 65 mm. Nou, wat we nu zien is dat het model redelijk door elkaar heen wordt gerommeld. Dus ik zorg ervoor dat ik hem eerst even iets versleep. Ik haal even de tangentrelatie weg om te zorgen dat ik dit zonder al te veel moeite kan doen. Ik zet hem iets hoger. Ik zal hem nu eerst even bematen en dan vervolgens de relaties opnieuw aanbrengen. 65. Dan breng ik deze opnieuw aan en de tangentrelatie. Klaar. Goed, vervolgens komt er een bemating van 25 mm tussen het eerste en het laatste punt van de rechte lijn. En een bemating van 70 mm voor de breedte. En als laatste zorg ik ervoor dat ik eventjes mijn extruded surface uitzet. En ik een connectrelatie aanbreng met het betreffende uiteinde wat we hier zien. Dus let erop dat je de goede lijn pakt en dan kunnen we hem daarop zetten. En met een close sketch kunnen we vervolgens teruggaan. Nou, ik sla het model nu vast al even op en dat doe ik expres om te zorgen dat ik in ieder geval altijd een basismodel heb. Dat ik eventueel of terug kan pakken of mocht er wat gebeuren met je computer dat je hem in ieder geval hebt opgeslagen. Het model wat ik daarvan noem is speaker. Nou, het gaat dan hier om een part, dus ik noem het 1001. Basisonderdeel en revisie is A. Dan gaan we van deze lijn die we als laatste hebben getekend, gaan we een zogenaamde derived curve maken. En we zorgen ervoor dat we een single curve gaan maken. Dus we selecteren ook de knop. En de reden dat we dat namelijk gaan doen, is dat we nu met een normal to curve een curve kunnen gaan maken op deze derived curve. En het voordeel daarvan is dat we namelijk op een bepaalde afstand kunnen zetten met die betreffende position. Dat gaan we op 0,5 doen. En vervolgens op dit plane gaan we een schets maken. Ik draai er even naartoe met H. En vervolgens om toch even iets beter beeld te krijgen, ga ik met de scroll knop er even omheen draaien. Wat ik vervolgens ga tekenen is een arc with 3 points. En ik teken die eigenlijk om de betreffende curve heen. Zo. Ik sleep vervolgens het uiteinde toch even hier ietsjes hoger. En ik sluit deze met een line. Dan vervolgens zorg ik ervoor dat deze line 50 mm wordt. Mijn betreffende curve wordt 30 mm. Ik wil dat trouwens ietsjes anders doen. Deze krijgt een radius van 30. En ik wil hem laten sluiten. Dus ik ga hem eerst even vastzetten. Midden hiervan zet ik op de betreffende derived curve. En vervolgens ga ik opnieuw die lijn toevoegen hier tussen. Deze wordt 50 mm. Kijk, nu blijft hij staan. Wat ik namelijk graag wil is dit als een tussenprofiel gebruiken.
voor zometeen het volgende survey stuk. Ik zorg er dan voor dat deze een construction line wordt. En opnieuw klik ik met Smart Dimension hierop en vervolgens op A, waardoor ik namelijk een hoek kan opgeven. 60 graden, dat is iets te veel, dan moet ik de andere kant op. Dus in dit geval 30 graden. En met Close Cache kan ik hier vervolgens uitgaan. Dit is ons tussenprofiel. En ons laatste profiel, dat gaan we opnieuw met een Normal to Curve doen. En die zetten we helemaal op het beginpunt van deze lijn, aan de linkerzijde. En met de schets ga ik daar opnieuw een schets op toevoegen. En die schets die bestaat uit een tweetal arcs. Dit is de eerste. Dit is de tweede en vervolgens een lineaire lijn element die horizontaal ligt. Dus let erop dat het plusje ook verschijnt. En al deze lijnen die zijn tangent met elkaar. Vervolgens het onderste lijnstuk is 5 mm. De betreffende arc heeft een radius van 5 mm. En de bovenste arc is 12 mm breed. Nou, dan zorg ik er even voor dat allemaal iets beter gepositioneerd is. Dus ik sleep het een beetje. Let erop trouwens dat dit soort relaties niet verschijnen doordat je het ergens opsleept dat hij een relatie zet. Maar de relatie die ik wel wil is in dit geval tussen de lijnelement en het uiteinde punt. En hetzelfde doe ik met de arc en het betreffende punt. Dan wil ik nog een bemating toevoegen tussen de twee uiteinden van deze arc. Dat wordt 4 mm. En ik wil graag de hoogte tussen de uiteindes van de bovenste arc. En die mag 1,5 mm worden. Dus dit is het betreffende profiel. Vervolgens met Close Sketch gaan we opnieuw terug. Wat we dan gaan doen is hetzelfde als wat we eigenlijk bij die andere hebben gedaan. Een zogenaamde Strip Surface eerst aanbrengen. Dus opnieuw kiezen we op de Extrude. De strip surface is alleen een naam ervoor, dus het is gewoon een extruded surface. En hoe ze dit noemen voor deze toepassing is een strip surface. Die maak ik 20 mm, ik kan het trouwens wel iets korter maken, bedenk ik nu. Zo lang hoeft die op zich niet. Ik maak hem 10 mm, zo. En wanneer we dat hebben gedaan, kunnen we de blue surf gaan toevoegen. Nou, let er dan bij op dat we hem op een single hebben staan en dan selecteren we deze drie lijnelementen van het originele curve. Vinken we hem af, gaan we naar de tweede en vervolgens de laatste curve. Letten we op dat we hier alle lijnelementen selecteren die er langs heen lopen. Nu ga ik even kijken waarom. Oh ja, ik zie al waarom hij niet pakt. Hij heeft namelijk het groene bolletje aan de rechterkant gezet. Dus om dat even op te lossen, stel ik voor het gemak even de functie opnieuw op. Ik zat toch in de eerste stap. Dus ik let daar nu even extra goed op. Het groene bolletje. Eerst afvinken. Naar de linkerzijde. En hier hetzelfde. Dus let erop dat hij aan de linkerkant bevindt. En nu gaat het wel goed. Oké. En nu werkt hij. Heel mooi. En let er dan bij op dat we deze overgang op dus een curvature continuous hebben staan. Je kan gewoon de default waarde laten staan, hoe sterk die dat doet. En aan de andere kant doen we dat ook. De reden daarvan is wat we nu zullen zien, is wanneer we opnieuw naar het tabblad Inspect gaan en Zebra Stripes, is dat die dus hier opnieuw, wanneer ik de sharpness iets hoger zet, dan kunnen we het net even wat beter zien, is dat hij dus hier die overgangen ontzettend strak heeft, omdat we namelijk die functie net hebben aangegeven dat we deze tangentheid, de C2 tangentheid, willen hebben. Curvature Continuous heet het. Nou, de Zebra Stripes kunnen weer uit. In dit geval zet ik ook de Extrude uit. En wat ik nu ga doen is hier een schets maken, zodat ik de Blue Surf even wat ga bijsnijden. Die is namelijk nu erg groot. Dit ga ik doen door een schets te maken op het XY-vlak, het bovenste vlak dus. Ik draai er even heen met Ctrl-H of Ctrl-T kan je in dit geval ook gebruiken. En ik ga vervolgens een arc by 3 points toevoegen tussen in dit geval de Y-as
Ik teken er 3 letters bij op trouwens, dat je niet per ongeluk nu op keypoints klikt, dat je relaties toevoegt. Dit is de eerste. Dan komt hier ongeveer de tweede te liggen. En de derde. Oké. En ik wil een lineair lijn element toevoegen. Tussen het groot uiteinde van deze arc en de ruimte. Deze krijgt een lengte van 15 mm. Verder krijg ik een distance between tussen de origin en dit lijnelement van 47 mm. De bemating tussen het punt en de andere uiteinde van de arc wordt 40 mm. Daarbij schuif ik deze een klein beetje omhoog. Zo. En de hoogte daarvan, van dit uiteinde, die mag in dit geval 42 mm worden. Vervolgens de afstand tussen dit uiteinde van de linkerlijn en de origin mag 78 mm worden. En de hoogte tussen het begin en eindpunt van de laatste lijnelement mag 65 mm worden. Oké, vervolgens ga ik hier tangentrelaties toevoegen. En dat doe ik ook met de laatste. Oké. En ik zorg ervoor dat het ook tangent is met betreffende lineaire lijnelement. En wat we dan zien is dat we hem bijna zwart hebben, alleen het laatste 2 lijnelementen nog niet. Ik ga even kijken welke bemating ik nog zou missen. En dat betreft in dit geval een horizontale relatie tussen de origin en het tweede punt. En een uitleidingsrelatie tussen het bovenste en onderste deel van de laatste lijn. En dan is die helemaal zwart. Vervolgens met Close Sketch gaan we terug. En we gaan hiervan een extruded surface maken. Die gaan we symmetrisch extruderen. En die mag in dit geval 120 mm worden. Nou, wanneer we dat hebben gedaan, dan gaan we een trim maken. Die vinden we hier. En daarbij gaan we de blue surf selecteren. En we gaan daar alle elementen van deze extruded surface bij gebruiken. Wat we dan zien is dat we de binnenste stukken van deze blue surf kunnen gaan verwijderen. En dat doen we expres omdat namelijk een hele rare kronkel daarin zit. Oké. En wat we dan hebben is het basis van ons model. Nou, dit willen we natuurlijk dichtmaken, dit gat. Dat gaan we als volgt doen. Ik kies voor een sketch by 3 points. Ik ga eerst dit gat maar eens dichtmaken. Waarvoor ik voor deze 3 punten kies. En vervolgens met een lineaire schets tussen het eerste en tweede uiteinde een schets toevoeg. Met Close Sketch kan ik vervolgens teruggaan. En hetzelfde ga ik eigenlijk aan het uiteinde doen. Alleen wat ik daar kan doen is gewoon een schets pakken en op het betreffende vlak die er al is al schetsen. Waarbij ik tussen in dit geval het onderste stuk. Ik ga daarbij eventjes de schets die hier bij actief is even hiden. Even kijken welke schets dit is. Ik kan dat nog sneller doen door hide all en dan vervolgens sketches te kiezen. En vervolgens ga ik hier ook een lijnelement op tekenen. Oké. Hij is nog wel blauw, dus ik wil even controleren waarom dat het geval is. Even kijken als ik hem opnieuw toevoeg of dat nog steeds het geval is. Ja. Hij zou in mijn geval zwart moeten zijn. Ik ga even al mijn schetsen weer weergeven. Sketches.
Vervolgens kan ik dus deze twee schetsen eigenlijk dit vlak gaan sluiten. En voordat ik dat daadwerkelijk ga doen, wil ik in dit geval hier een zogenaamde strip surface weer bij gaan aanmaken. Want dan kan ik namelijk ook bij de bounded surface gaan gebruiken. Dus hiervoor kies ik voor een extruded. Vervolgens doe ik dat aan één richting op, 10 mm. En dit ga ik gebruiken om vervolgens een bounded surface te maken. Nou, daarbij kies ik alle lijnelementen die ik dus wil gebruiken om dit te gaan sluiten. En het laatste, nou, we zien dat hij hem automatisch sluit nu. Ik accepteer hem dan eerst en vervolgens kies ik hier op de Tangents tab. En wat ik dan kies is dat ik niet gebruik wil maken van de Common Tangent Condition, maar alles afzonderlijk wil bepalen. En nu kan ik alleen voor dit laatste uiteinde bepalen of ik een tangent of misschien Curvature Continuous wil. Nou, in dit geval gaat Curvature Continuous bij dit voorbeeld niet werken, dus ik maak hem in ieder geval tangent. En vervolgens hide ik mijn strip surface. Nou, hetzelfde ga ik doen bij betreffende uiteinden hier. Ik kies daarvoor opnieuw voor een tangent by 3 points. Ik kies de twee uiteinden en in dit geval de derde. Hier ga ik ook een lineair lijnelement op maken. Oké. En vervolgens met close sketch ga ik van dit lijnelement dus een extruded maken. Dat kan gewoon 10 mm, dat hoeft niet zo lang te zijn. Het gaat erom dat ik dit ga gebruiken om hem netjes tangent te maken. Wanneer dat gedaan is, dan gaan we opnieuw een bounded surfaces toevoegen. En voordat we dit kunnen doen, willen we hier eigenlijk een soort scheiding aanbrengen. Dat we hem al stoppen voordat hij, het lijn stoppen voordat hij verder gaat. En om dat te doen, ga ik in dit geval een intersect point gebruiken. Ik kies ervoor de hele edge. En vervolgens kies ik voor de betreffende surface die we zojuist hebben aangemaakt. En wat we dan zien is dat we bij die bounded surface, bij een single, kunnen we hier even opstaan en met de rechtermuisknop kiezen voor edge. En vervolgens kunnen we dus een kortere edge selecteren, die wij natuurlijk in dit geval willen gaan gebruiken. Hetzelfde ga ik aan de onderkant doen. En wanneer dit het geval is, kunnen we hem sluiten. Dan gaan we naar de tangents tab. Opnieuw kiezen we ervoor dat we de edges afzonderlijk willen gaan bepalen. En deze kunnen we wel curvature continuous maken. Nou, vervolgens gaan we het betreffende surface hiden. En wat we dan zien is dat we ons model de helft daarvan hebben. Nou, voor het overzicht hide ik even de sketches en de planes. Reference planes. En van dit geheel ga ik nu een stitch maken. Let er wel op dat we de waarde hier, de standaard stitch tolerance, iets hoger zetten. Naar maal 10 tot de min 1 mm. Wanneer we die namelijk de default waarde laten, zullen we zien dat dit bovenste surface en het zij surface niet compleet sluiten. Vervolgens selecteren we alle surface delen. We accepteren dat en vervolgens met finish ronden we het af. Nou, nu zouden we de surface body in een mirror gaan plaatsen. Waarbij we het Z-I-vlak als een mirror plane gebruiken. Wanneer we het nu opnieuw gaan stitchen, we laten gewoon nu wel de standaardwaarde staan, dan zullen we zien dat hij hem niet compleet sluit. We zien hier een bruin edge verschijnen en dat houdt eigenlijk in dat hij op dit moment nog niet als een solid kan worden gemaakt. Nou, om dat op te lossen is eigenlijk relatief eenvoudig. We verwijderen daarbij even de mirror. En wat we namelijk doen is nu eventjes de randen van de open vlakken, die gaan we even extenden. Dat kan gewoon een klein beetje, zeggen ze dat we dit in dit geval 10 mm doen. En dat zetten we vervolgens neer. En daarna gaan we het bijsnijden met de trim, de hele body, op het Z-I-vlak. Waarbij we deze twee stukken surface wegsnijden. En een reden daarvoor waarom die het nu wel gaat doen, kan zijn dat er bijvoorbeeld een paar millimeter tussen de daadwerkelijke plane zit en onze schets die we gemaakt hebben. Wanneer we nu opnieuw op dat plane gaan mirroren en we gaan bij het tablet surface nu opnieuw een stitch aanbrengen tussen deze twee bodies, dan zullen we zien dat we in dit geval een vraag krijgen of we hier een daadwerkelijke base feature van willen maken, oftewel een solid. Nou, dat willen we graag doen en wat we dan zien is dat we hier onderaan een daadwerkelijke solid krijgen van ons model.
Nou, het ballonnetje geeft in dit geval aan dat de kwaliteit van dit body nog kan worden geoptimaliseerd. Dus dat gaan we ook doen. Op het tabblad Inspect vinden we Optimize Command. Wanneer we dan vervolgens de body selecteren en op Features klikken, dan zien we dat we van de totale aantal body elementen van 38 naar 26 gaan. Dus hij reduceert dat. En nadat we op OK hebben gedrukt, is onze body klaar. Wat we dan nog gaan toevoegen is een paar afrondingen. Allereerst de complete afronding van deze edge. Die kunnen we gewoon selecteren. Die maken we in dit geval 5 mm. Zullen we dan even moeten wachten, want het is laat. Oké. Met preview en finish kunnen we dat afronden. En hetzelfde gaan we in dit geval aan de binnenkant doen. Alleen in dit geval 12 mm. Dan selecteren we deze twee edges. Wanneer we hem accepteren, met preview en finish kunnen we het afronden. Nou, we hebben nu het body feature voor deze tutorial, wat we zouden gaan maken. Wat we nu alleen nog gaan doen is kijken hoe dit body eigenlijk is geworden. Je zou dit ook eventueel eerder kunnen doen. Ik ga nu de zebra stripes op dit moment eens bekijken. Ik zet de thickness, hou ik redelijk hetzelfde. Alleen de number zet ik iets hoger. En ik ga het zelf ook eens even lineaire lijnen bekijken. En wat we dan zien is wanneer we in dit geval de kwaliteit van deze lijn even iets omhoog zetten. Ik zet hem even naar een in dit geval sharpness set van 5. Dus dan zie je ook dat die lijnen wat scherper worden. Is dat eigenlijk die overgangen hier, die zijn heel erg glad, heel erg smooth. Je ziet dat die zwarte lijn eigenlijk echt perfect overloopt van het ene surface naar het andere surface. Nou, dat zien we zowel daar als op dit punt. Wanneer we het model wat draaien, kan je het hier ook zien. Is dat die overgangen hier zijn heel goed. En dat houdt eigenlijk in dat we in dit geval, wanneer we zelfs hier bijvoorbeeld kijken, dat we hier een zogenaamde C2-continuïteit hebben. En dat heeft puur te maken met dat we in deze surface hebben aangegeven dat we die continuity, dat we die dus willen hebben. Dus je hebt tangent continuity, dan kan je een C1 krijgen. En in dit geval zien we dat we dus bij onze surface die C2, die tweede optie, continuïteit hebben. Ook zien we dat die hier netjes glad is. Dus op deze manier kan je je model controleren hoe strak die surface overgang daadwerkelijk is. Bij Inspect gaan we die weer uitzetten. En wat we dan nog kunnen doen is hier even een afbeelding van maken. Ik ga daarbij een high quality gebruiken. Ik vind de contrast hier, de perspectief iets te groot. Dat kan je aanpassen door dan Ctrl-Shift ingedrukt te houden en dan te scrollen met je muiswiel. Nou, in dit geval ga ik de base coordinate system ook even uitzetten. En ik ga de achtergrond nog even iets aanpassen. In dit geval wil ik het grijze wil ik iets donkerder hebben. En hiervan ga ik vervolgens een afbeelding maken. Ik zorg nog even dat ik de edges iets aanpas. Ik vind het trouwens met lijn wat mooier. En dan vervolgens via Save as Image kan ik dit opslaan als een afbeelding. Nou, ik maak er een JPG'tje van. Ik laat de standaard naam dan even staan. En ik vergroot in dit geval de aantal pixels. En nadat ik hem heb opgeslagen, dan ga ik dit scherm weer sluiten. Ik wacht even totdat hij klaar is met opslaan. Vervolgens sluit ik het venster. Dit bestand kan ik nog even opslaan. En ik zal dan de afbeeldingen nog eens even bijpakken die we zojuist hebben gemaakt. En wat we dan zien is dat we dus het betreffende model hebben gemaakt voor deze tutorial. Bedankt voor het bekijken van de tutorial. Ik hoop dat je wat nieuwe dingen hebt geleerd met betrekking tot de surface van Solid Edge. En graag tot de volgende tutorial.